Een heel goede avond. Welkom bij VIPS. Dit zijn de onderwerpen vandaag. De verkiezing van Mr. Belgium Personality. Vorige zaterdag vond in Leuven de jaarlijkse verkiezing plaats van Mr. Belgium Personality. 19 beeldschone mannen streden er om de eer, het lint en de eeuwige roem. Wij zoeken een nieuwe Mr. Belgium Personality. Een kandidaat die eigenlijk heel sterk staat op het gebied van zijn persoonlijkheid. Bijkomend de intelligentie, het uiterlijk. Kortom, een mister die zich overal kan presenteren. Wat is personality voor jou? Veel karakter hebben, punctualiteit, beleefdheid vooral. En toch een imago, een mojo, zoals ze zeggen. Ik geef toe dat ik een ijdeltijd ben, een beetje toch. Een man mag ook aan zonnebankje een beetje trainen. Dus ik vind dat het allemaal moet kunnen. Iemand die lol kan maken, iemand die kan lachen en bij in de groep past. Een karakter trekken, doorzetten en zo? Of? Ja, dat is niet nodig. Nee, als je maar lol maakt, dan bij de groep past. Als je iets wil maken in het leven, moet je zelf zeker zijn. Je moet daarom niet alles weten, maar je moet zelf zeker zijn. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Heel, heel, heel schoon. Bovenlichaam en een heel schone leaselijn. Het is een persoonlijkheidsverkiezing, hè? Ja, dus is heel belangrijk dat je een goede leaselijn hebt. Het is echt heel belangrijk als je een persoonlijkheidsverkiezing doet. Echt waar. Het is de eerste keer dat ik op een misterverkiezing werd uitgenodigd. Maar ik moet zeggen, het is toch wel eens de moeite, ja. Het beste moet nog komen, hè. Ah ja, debatmode. Dus dat is eigenlijk het leukste onderdeel van heel het gegeven, hè. Ik heb hier enkel een witte schort aan en voor de rest mijn ademskostuum. Dus het zal nog zeker spannend wezen. Oog in oog met de gedoodverfde winnaar, klopt dat? Ja, ik zou dat nu niet zo uitdrukken, dus ik heb mijn rijbewijs niet. En dat zal misschien een reden zijn om mij niet als eerste kandidaat te zetten. Moet je dan een rijbewijs hebben om Mr. Belgium Personality te worden? Ik denk van wel. De nieuwe Mr. Belgium Personality 2006, kandidaat nummer 4. Ik heb geen rijbewijs, maar ik zal dat zo snel mogelijk behalen. En voilà, mijn paard recht trekken. Hè. Ja, van België met persoonlijkheid zich in de Sportplaza in Leuven voor de finale van Mr. Belgium Personality 2006. Enfin, les goûts et les couleurs, maar voor de aanwezige juryleden en de kandidaten bleek het begrip personality vrijdag toch een rekbaar begrip. Die zingen ze hier zelf, hè, Mr. Belgium Personality. Dus hier komt de persoonlijkheid ook vooral naar voren. Uitstraling, présence en natuurlijk het uiterlijk komt er altijd wel een beetje bij kijken. De jury let waarschijnlijk meest op de inzet, de punctualiteit. We zijn ook een week naar Turkije geweest. Dus wie toen te veel zat was en moe overkwam enzovoort en onbeleefd was ook, die hebben natuurlijk minder kans. Mijn sterke punten. Een positieve ingesteldheid. Ik ben tweetalig. Ik ben van Brussel afkomstig. Dus er zijn nog wel enkele tweetaligen tussen, maar helemaal niet veel. Ik ben een heel sociaal iemand, dus ik leer snel nieuwe mensen kennen. Ik denk dat ze ook wel verlangen van een mister dat hij vrij stipt is, ordelijk en ja, zijn taken nakomt. Met al hetgeen dat we hier moeten doen en kunnen, zijn wij eigenlijk de ideale schoonzoon. Hè? Er zitten er leuke tussen, er zitten er sportieve tussen, er zitten er heel slimme tussen. Het is een beetje een mix van alles. Het is en het blijft altijd wel een vleeskeuring. Ik wil wel lopen. Dus, zowel bij de missa als bij half nacht.
Het draait om de persoonlijkheid van die mannen. Alhoewel wij allemaal eerst kijken naar het uiterlijke. Ik hou altijd meer van mannen die, zoal, ja, die er zoal wat mannelijker uitzien. Zo. De ene valt op de borstattitude, de andere valt op het kontje. Voor mij telden de kontjes. Dus, ja, sorry, ik kan er niet aan doen. Ik vind toch het gezicht nog altijd het belangrijkste. En als ze een lief gezichtje hebben en ik val op blonde jongens, kan er niet aan doen. Ik moet zeggen dat het toch wel een keer iets anders is als vrouw om een keer een man te keuren. Als vrouw ben je kritischer om een andere vrouw te bekeuren, denk ik, als om een man. Want dan ga je kijken van, die zou wel in aanmerking komen. Le problème c'est que le pantalon est un peu grand là. J'ai une un tout petit peu trop grand. Wie is de nieuwe Mr. Belgium Personality 2006? Mike van de Woestijnen. Zo voel ik mij nu voorlopig gewoon. Tof, even overrompeld, maar dat komt wel in orde. Wel, ik ben eigenlijk blij dat Mike tot winnaar verkozen is. Ik vind hem echt een waardig opvolger. Heel vriendelijke jongen. Ik heb er nu een week in Turkije mee gezeten. Goede manieren en perfect taal, wat in mijn ogen nog heel belangrijk is voor Mr. Belgium Personality. Mike van de Woestijnen, een flinke brok.